15 punten behaalde Kozakken Boys tot nu toe, waarbij er 8 op eigen sportpark De Zwaaier werden behaald. Sunmes met de paas op Ignacio. Die probeert het in één keer en dat is geen slechte poging. En daar moest de doelman Van der Sman voluit voor gaan. Reilly Ignacio, zo gevaarlijk met El Azouti voorin. Hier hebben we hem. El Azouti, maar dan wordt die bal net voor de doellijn weggewerkt. En is het dus geen treffer voor El Azouti. Hij die al zoveel scoorde voor Kozakken Boys, dat de hoekschop mag nemen. Moeizaam weggewerkt. Weer naar de zijkant. Dit is een goede paas bij Agatowski, die hem voorgeeft op Bot. En Bot mag hem afmaken. Op de rand van de 16 meter kan hij uithalen. Vink is te laat. En Bot krijgt hem dan achter doelman Sebastiaan van der Sman. Agatowski met de voorzet. En dan is die doelman van TEC verslagen. TEC dat tot nu toe slechts 3 keer wist te winnen in deze competitie. Vorige week onder andere tegen De Dijk. Daar is weer een voorzet en daar is hij. De kleine grote man bij Kozakken Boys. El Azouti, Ahmed El Azouti. Hij met de 2-0 voor Kozakken Boys. Scoorde ook al een geweldige treffer in de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle. En ook nu dus weer succesvol. Het was ook de ruststand, de tweede helft dan. Met de invaller. Serhat Koç is het. En hij die wat terug doet voor TEC. Mocht invallen voor Machiavalla. Josemar Machiavalla. En hij krijgt hier het paasje. En is op tijd met de buitenkant van de rechtervoet. En dan is doelman Den Hartog geslagen. En doet TEC wat terug in de wedstrijd. En TEC gaat door. Daar weer de ploeg uit Tiel. Met Agustin. Agustin. En dan een geluk voor Kozakken Boys. Dat het de lat is. Voor Kemi Agustin. Wanneer zien we weer wat van Kozakken Boys dan? Misschien hier. Met de actie van Mendes Moreira. En Reilly Ignacio werkt hem dan binnen. En dan is het 3-1 voor Kozakken Boys. En heeft ook Ignacio zijn doelpunt. Goeie actie van Mendes Moreira. Ignacio maakt het af. En Kozakken Boys wint met 3-1 van TEC.